Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur verwacht dat de situatie na iets meer dan een week van verstoring in het onderwijsproces weer normaal zal worden. Verschillende scholen werden gesloten als gevolg van protestacties door verschillende vakbonden, waaronder de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de FOLS, en het Syndicaat van Leerkrachten. Tijdens een recent gehouden persconferentie benadrukte de minister dat er geen sprake was van een conflict tussen de werkgever en de vakbonden. Maar we moeten toch wel gaan oppassen in onze samenleving dat we geen anarchie krijgen, omdat het belangrijk is dat we goede regels moeten afspreken, want het conflict was dus geen arbeidsconflict. Voor zover ik weet heb ik met enige verbazing ook gekeken hoe zaken liepen, dat men eerst zei het gaat om een BTW-wet die door het parlement is aangenomen en plotseling ging er een hele verschuiving van de agenda richting betaalbaarheid, transport, het niet kunnen komen naar school, dus dat heeft eigenlijk heel vreemde ogen laten zien. Maar goed, we zien nu dat er een oplossing in de maak is waarbij de regering en de vakbonden in staat zijn geweest een agenda voor te bereiden waarbij men gaat praten in de komende tijd. Die BTW-wet blijft een moeilijke zaak, omdat eigenlijk wil je het aanpassen, dus ga je terug moeten gaan naar het parlement. De minister zegt dat de kwesties rond het transport van leerkrachten nu zijn opgelost, ondanks dat dit proces enigszins vertraging opliep als gevolg van extra controlepunten. Er is aanzienlijke inspanning geleverd om docenten naar het zuiden van het land te transporteren en maatregelen genomen om extra drinkwater te leveren aan diverse gebieden. Er is geen reden om zaken land te leggen omdat het te maken heeft met administratieve procedures die we elke maand moeten volgen voor betalingen. Er zijn wat controlemomenten extra ingebracht en dat betekent dat we de cyclus van 10e van elke maand moeten verschuiven met een paar dagen om de betaling op een adequate manier te doen gebeuren. In de aankomende week anticipeert de minister op de terugkeer van rust en voorziet hij geen verdere verstoring van het onderwijsproces.